Yo, beste kijkers van Conti Games, welkom bij een nieuwe D&D Survival. Ik ben hier vandaag met Joey. Niet meer. Of ik was hier met Joey en Joey gaat mij vandaag helpen, want... Oh, we gaan met de zaal verder. Ja, is nog niet af, we moeten nog wat details en zo eromheen, dat soort dingen. Maar het komt nog, ik vind het belangrijkste eerst dat we even een... Hier beneden, gaan wij wat uitgraven. Dan is de bedoeling dat we hier een soort met, dat komt gewoon een farm. En dan komen dus carrots en dan komt wheat. En dan denk je van waarom geen potato's? Ja, potato's, potatoes, waarom geen melons? Maar simpel, dit is alleen om echt de dieren hierboven te kweken. En we gaan het in lagen maken, want het gaat wordt vol automatisch. Dus het wordt eigenlijk de eerste redstone geval iets wat ik ga maken in deze server. En ik kan jullie laten zien. Want ik ga ook nog natuurlijk, de XP farm komt nog. Ga kijken met wie dat wil leren, met wie ik dat ga maken, ga ik nog zien. Zou ik denk wel met Joey zijn, want die vindt het altijd wel leuk om met redstone te leren. En dan hebben we natuurlijk de moeilijkste project, of het moeilijkste, de langste project wat we dan met redstone gaan maken, wat de automatic storage systeem. Ja, daar kan ik gewoon een klein voorbeeldje van maken, dan snapt Joey het ook wel. Maar dan moeten we heel veel spul nog voor verzamelen. En ja, dus ik denk van... het water kan op zich, kan hier het water bijna wel weg. Als we nou zorgen dat we een 2x2 source blok overlaten, dan komt het wel goed. Hij moet sowieso nog wat dieper. Hij moet dieper. Ja. Oké, nou dan gaan we maar beginnen. Ja, het is de meesten die in de server zitten, denk ik, die hebben het ook al meegemaakt. Er was even last van een server lag. Zo'n erge lag dat heel veel mensen crashten eigenlijk met de Minecraft. Dus alle dieren, alle villages, alle itemframes, alle Minecraft, je weet wel, zulke chunks, waren lekker spontaan verdwenen door een dikke bug. En ja, alles moest weer opnieuw. Maar de staf is natuurlijk wel zo vriendelijk geweest om het gedeelte terug te geven. En dat ze dat dan weer, dat ze daarbij helpen om alles weer omhoog te krijgen. Dus dat moet allemaal wel weer goed komen. Dus ja, dat hadden wij ook. Het is allemaal weer bijna gefixt, dus dat is helemaal super. Maar eigenlijk op zich wel makkelijk dat hier al water is, hè? Oh ja, ik heb nog extra emmers bij me. Oh ja, ik heb ook één emmer. We kunnen desnoods nog even eerst plat leggen en dan kunnen we gewoon later nog een source blok maken. Ja, ik zal even kijken. Voor de wheat, als we die voor de wheat farm, als we die nou even kijken. Ja, in principe hoeft dat niet eens, hè? Je hoeft niet van die grote dingen te hebben. Als je één ding hebt, zeg maar, dan is het al meer dan genoeg. Want de meeste mensen denken altijd van, oh je moet een farm maken, er moet overal water. Nee, je hebt gewoon als je één water, als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je doet hier water, dit plekje. Dan kan je geloof ik tot aan vier, vijf blokken van die middelpunt af, kan je gewoon weird plaatsen. Dan heb je geen water ervoor nodig. Ja. Dus op zich is dat makkelijk. Ik denk dat wij de carrot farm hoeft niet zo groot. Als we die nou 4 breed maken, en dat de weird farm wat groter maken. Ja, we gaan eerst gewoon wat uithakken en dat soort dingen. Uithakken, dirt verzamelen. Misschien dat we wat resources tegenkomen, zoals kool. Ja. Ik heb vorige keer heb ik trouwens ook weer even in mijn eentje gaan minen. Ik ben volgens mij 3 uren bezig geweest met minen. Ik had nergens zin in, niet zin in te bouwen en dat soort dingen. Ik had zoiets wat fuck, ik ga minen. Maar toen ik wil even snel tussendoor, Laurens. Wacht even hoor. Ja. Ik wil heel snel wat kijken, want anders komt het misschien niet goed. Dus weer zo terug, oké? Ja, is goed. Oké. Moet natuurlijk ook gebeuren, maakt niet uit. Nee, maar ik heb vorige keer gemined en toen heb ik iets van... Wat was het? 15 tot 16 stacks iron of zo gemined. Nou ja, heb ik toch nodig voor de hoppers straks en dat soort dingen. Dus dat is ideaal. Is echt super chill om zo te zeggen. Maar ja, ik denk vandaag ga ik en Joey hiermee bezig. Ja, hij is een beetje AFK. Ja. Kijk maar wel aan, als ik het nou gewoon eens een keer zo doe. Zo. We gaan Joey even ingraven, dat is misschien wel leuk. Haha. Denk juist van, what the fuck, waar ben ik nou weer? Zo. En dan doen we... Oh, dat zou gemeen zijn, een stukje gravel. Zo. Even zien hoe hij straks reageert, dat wordt waarschijnlijk wel lachen. Van, ah, wat heb je nou weer gedaan? Blablabla. Ja, boeien. Haha. Maar we gaan wel lekker gezellig verder. Nee, het wordt eigenlijk, wat ik al zei, de eerste redstone geval wat ik ga maken. Dus ik vind het wel leuk om met redstone te werken. Zo. Nou, kijk maar. Zo, nou dan komt hij aan ook eigenlijk. Oké. Ik kreeg net melding dat zijn internetprovider bezig is met werkzaamheden. Oh.
Vandaar dat ik misschien kan wegvallen. Oké, nou merk ik voor zo wel. Maar ja, waar was jij mee bezig? Is het cool? Source block. Kijk, oké. Dit is een source block. Gewoon neem dat blij dat we zo staan. Hij moet sowieso, als we van... Kijk hoor, zo ver. Als we het nou nog een stukje breder maken zometeen. Even kijken. Ik zie even op een minimap. Als we, kan hij niet meer verder die kant op, denk ik. Dat is niet verstandig. Dat was sowieso dat je wat die kant op gaat. Richting het noorden, zeg maar. Ik weet niet of jij een minimap hebt. Nee, mij lukt het ook niet om te installeren. Oh, oh. Moet je daar ook weer bij helpen? Nou, als je dat willen. Nou, moet maar weer. Dat wel. Nou, kost je maar wel... doen we even een keer als we gewoon een keer tijd hebben. Kost je wel 5 euro. Oh, klopt. Nee, wel geintje. lijkt jullie trouwens tof om op deze server te komen? Nou ja, het is nou voor 4,99 kan je op de server komen. Nou, wat veel verminderd is het hoor. Ja, nou ja, kijk, als je 5 accounts koopt, dan scheelt het wel weer even 5 cent. Ja, oké. Nee, maar ik geef af en toe ook invites weg. Ik geef sowieso bij de 200 subs geef ik weer een invite weg voor de DHD server. Want ja, Joey, wat vind jij dan auto van de DHD server? Ik vind het gewoon een goede server, no lag. Ja, ik vind het zeker een server om aan te raden. Ja, want vorig jaar had ik jou geïnvite. Dat was het nog, ja. Want Joey was ook een van de eerste die ik had geïnvite. Ik had Jerry en jou had ik toen een invite gegeven. Ja, klopt. Ja, klopt. Dat ging nog op de dag van gisteren, denk ik. Ja, het is hier ook wel gezellig, weet je wel. Er gebeurt hier van alles. Er zijn altijd heel veel mensen online en ja. Alleen het enige probleem is af en toe wel dat de radius van de wereld een beetje te klein is, maar... Ja, maar ik weet je waarom ze dat waarschijnlijk hebben gedaan, gok ik? Nou? De 1.8 update komt straks. Ik weet, het is nog niet zeker of het 1.8 wordt, maar dan heb je immers die nieuwe blokken en dat soort dingen. Dat hebben we in spawn. Ik denk dat ze daarom gedaan, want de radius is nou geloof ik, wat was het, 15.000 volgens mij. Is de wereld, ja, 15.000 als ik goed heb. Ja. Dus dat valt... Maar verder vind ik het gewoon echt een top server dit. Ja. Ik maak hem nog even ietsje langer, denk ik. Ja, ik ga hem nog ietsje langer. Dan ga ik eerst even zo. Ik denk, oké, dit wordt de lengte, denk ik. En dat we dan langzamerhand naar beneden graven. Ja. Yeah. Dat komt helemaal goed. Het valt me wel op dat het heel waterrijk hier is. Want overal waar wij eigenlijk graven, zit overal wel water. Dat klopt echt, dat klopt gewoon inderdaad. Oh. Ja. Het is gewoon, we kunnen gewoon, als we willen, ons zwembad maken. Ja, op zich wel. Ik zou bijna zweren dat jij een nieuwe skin hebt, maar je hebt gewoon dat gezicht van jou, dat is gewoon de bek van die cookie monster. Dat is wel geniaal om te zien trouwens. By the way, mijn koekjes zijn op. Oh, ja, heb ik... Ik zag je eindig. Nou, dan ga ik jou straks wat koekjes geven, want volgens mij hebben wij nog wel koekjes. Yay. Is het niet voor jou, hey, om een soort met, hoe heet dat, zo cookiewinkel te maken, weet je wel? Waar jij allemaal koekjes en zo verzorgt voor de mensen. Kunnen we wel een keer doen, misschien is het wel een keer leuk om in een deel voor jou te doen, op jouw kanaal. Een extra videootje, ja, gewoon voor mij, ja. Oh jee, daar is Thomas. Oh jee, nou ja, wij zijn even aan het opnemen, dus dan is hij, dat is de hyperactieve van ons dorp. Ja, het dorp, het is bijna al een stad, zo snel groeit het. Ja. Ja. Straks hebben we binnenkort nog Las Gonzalo. Ja, ja. Las Gonzi, hey. Ja, hoor je. Even kijken, heb jij veel deur trouwens? Want dan werd ik... Ik heb er 27. Oké, ik ga even hier een toortje plaatsen. Dat mogen ze trouwens voor mij ook al maken, weet je wel, in de update. Dat je bijvoorbeeld toortjes zo aan de onderkant kan. Ja, het is misschien ook onrealistisch, maar dat had misschien wat makkelijker geweest. Ja, moet je dat de glowstone helemaal plaatsen. Oké, dan moet hij hier nog een stukje breder. Echt kloot dat mijn schep kapot is gegaan. Zo. Kijk eens. Gaat wel lekker snel zo. Maar ja, maakt niet uit. Hier maak ik dus het waterresource blok. Komt hier dus. Wat hier eruit komt en dat hier zo naar beneden gaat en dat gelijk alles meeneemt. Alleen de vraag is, ik moet even kijken, ik heb een bucket met water. Nee, eerst dit denk ik maar even deur te maken, lijkt mij verstandig. Wat kan je nog naar beneden? Als jij nou één laag, deze laag zeg maar, even steen doet. Dat is misschien wat makkelijker. Een echo. Echo? Ja, ik kom een dubbel. Oh. Bij jou. Nog steeds zo? Nee, nou niet meer. Oké. Zo. Even kijken hoor.
Dus dit gewoon helemaal weghakken nu? Ja, maar nou zit ik zo naar jouw poppetjes zo te kijken, maar verschoon je eigenlijk die boksen wel, want ik zie je steeds met dezelfde boksen lopen. Heb je mijn kledingkast dan niet gezien? Nee. Nou oké, misschien had hij het zelf goed gecontroleerd is. Dit moet dus allemaal deurd worden. Maar ja, het probleem is, wij moeten straks natuurlijk water resource blokjes neerzetten. Als we nou kobbel pakken. Wat? Kobbel? Ja, kobbel. En dan sowieso de eerste laag even. Even de onderkant even kobbel maken. Ik heb stone slabs, hè? Ja, maar dat hoeft niet. Kijk, hier komt straks weer deurd op. Want anders zit je straks als je water plaatst, dat het er doorheen gaat. Oh, kijk. Dat is nou nog even slim denken. Tuurlijk. Ben wel slim. Nou, want ik heb nu ook een redstone farm, of een redstone farm. Ja, oké, eigenlijk ook wel een redstone farm. Maar ik heb nu ook een automatische farm onder mijn huisje. Ik vind het misschien wel mooi voor de dus. Goddammit. Hey! Haha, hallo, ik zit achter je. Hallo. Haha. Ja, tegenwoordig ben ik support. Ik ben support geworden op deze server, vind ik eigenlijk wel tof. Echt, ja, het is wel leuk andere mensen te helpen en zo. Het is natuurlijk helemaal leuk om Joey te trollen. Maar nee, dat doen we niet. Ik vind het leuk echt om hier support op deze server te zijn. Het is, misschien moet ik het ook maar eens gaan vragen. Ja, je kan solliciteren, hè. Maar momenteel zijn er heel veel, maar wie weet. Maar het is gewoon mensen vragen altijd om hulp. Hè. Ik vind persoonlijk zelf vind ik het leuk om andere mensen te helpen. Hoe vaak? Nou, laten we dan beginnen met Lau, zou jij een schepvorm willen met John doen? Schep je kapot. Dat kan ik niks doen. Ik heb geen game mode of dat soort dingen hoor, dat heb ik niet. Nee, dat weet ik. Dat zei je al. Ik ben level 21. Ik ben level 20. Wat kan je doen? Ik denk dat vanaf hier komt dan allemaal water. Maar we moeten even kijken hoe het zo meteen afloopt. Dus ik doe even snel water zo. En dan kunnen we kijken waar we moeten laagjes moeten doen. Zoals je ziet gaat het tot zover. Dus we beginnen eigenlijk vanaf deze laag denk ik ongeveer. Dus we moeten hier naar beneden. Ik heb even een markeringspunt by the way gezet. Ja, ik denk vanaf deze hoor. Iets dichterbij is altijd voor de zekerheid wat beter. Zie, dan maak ik hem hier wat lager. Ja, het is nou omdat het zo loopt, maar straks komt het hele resourcepunt. Komt natuurlijk gewoon recht te staan. Oh ja. Zie, dan maak ik dit. Zie, dan zit hij hier weer met die laag. Zie je dat? Dan gaat hij weer zo. Zou ik het water heel verstoffen? Ach, hé, we zijn dol bezig trouwens. Je meent het. Nee, wat is er verkeerd? Kijk, dit moet immers deurd worden. Nog. Oh ja. Dus dan komt hij eigenlijk zo een beetje. Wat ik even doe, ik doe het al even zo. Hup. En hup. Eventjes snel zo. Want dan moet hij waarschijnlijk ook nog hoger komen. Maar dat is nog... Nee. Dan moet ik haal even de water even weg. Want we doen het helemaal verkeerd. Hij loopt tot hier, hè? Ja, kijk, hij moet ongeveer... even kijken. Als we eerst even wat deur plaatsen. Zo. Ik denk... Ja, dat is een... grandioos idee. Zo, plaatsen we hier allemaal in mijn deur. En dan hebben we nu ook veel redstone natuurlijk nodig. Ja. Ja, maar heb je wel gezien hoeveel redstone we in de storage hebben? Nee, want ik kom tegenwoordig niet meer van in de storage. Ik geloof ik dat we iets... deel thuis. Ik denk dat we iets van 4 tot 5 stacks blocks hebben ofzo. Met redstone. Oh. Dus dat is geen probleem. Kijk, haal ik deze nog een weg. Dan moet vanaf hier moet het water dus straks komen. Dus dan doe ik het even zo. Dan doen we snel even gewoon even één. Even kijken. Hartstikke idee. Nou, perfect toch. Voor mij kan kieken. Tot zover kan hij volgens mij wel. Kijk het daarheen. Ja, zo. Volgens mij zo, toch? Ja. En dan gaan we hier naar beneden. Ziet er goed uit. Dus dan moet deze laag weg. Nou, mensen, weet je wat doen? We komen zo meteen over even terug. Dan gaan we dit even een stukje nog verder mijnen. Dan kunnen jullie zo meteen zien hoe het eruit ziet. Tenminste, het vorige gedeelte. En dan, zien jullie zo meteen wel. Hey, gasten, welkom terug. Nou, zoals jullie zien hebben we de frame al gemaakt. Tenminste, de eerste. Kijk, het ziet zo uit. Dirt, slabs. Hier zit al chesten in. Dan komen hieronder komen hoppers in. Die gaan naar de chesten natuurlijk. Dan wordt het zo automatisch gevuld. Ja, maar Laurens, waarom heb je dan nog geen water hier? Dan gaan alle planten toch, of dan gaat het toch niet groeien en dan wordt het toch droog? Nee hoor. Kijk, de meeste mensen plaatsen altijd zo daar ergens water. Maar in principe hoeft dat niet altijd. Want als je goed ziet,
Daar zit daar water onder. En dat is in principe is dat voldoende. Wist je dat wel, Joey? Ja. Ja, oké. Okay. Nee, ik laat jullie, de volgende aflevering laat jullie zien dat het af is. Hoe het systeem eruit ziet eigenlijk met de redstone. Want ja, hier komen dus... Hoppers, ik zou hoppers zeggen. Hier komen pistons te staan. Het water zo straks hier naar beneden gaat. En dan... Via dit naar het hoppersysteem. Maar ja, dan moet hier ook nog... hij wordt waarschijnlijk nog met een duur wat groter gemaakt. Ik kan wezen dat misschien de volgende aflevering gebeurt. Dan kan ik Joey even aan het werk zetten namelijk. Want anders doet hij weer eens niks. En dan, dan komt het wel goed, want dit is sowieso voor de weed. Verderop moet een carrot farm, dus ik denk dat we nog wat breder maken, dat we nog een keer dieker te bouwen. Maar dat zien we nog wel even hoe het kan. Ten eerste moet hier stromen zijn, straks is de hoppers en dat soort dingen komen, dus dat komt allemaal wel goed. Ik wil jullie nog bedanken voor het kijken mensen. Vergeet niet te abonneren op Joey, de Silver Games. Upload zelf ook DHD, heeft volgens mij nummer 1 DHD geüpload, ik weet het trouwens niet. Ja, ja okay. Klopt. Nou, dat wil ik. Abonneer even op hem. Abonneer ook even op Gonzi Games. Voor als jullie meer DHD Survival willen zien. En natuurlijk andere dingen wat binnenkort geüpload wordt. En dan zie ik jullie de volgende keer. Oh ja, vergeet trouwens niet het blauwe duimpje. Mensen, bedankt voor het kijken. En later.